naar een nieuwe vlog. Vandaag is het Q&A met Summer op vakantie. Ja, ik zit vandaag in Duitsland. Ik ben er ook met oud en nieuw. Ik ga hier super veel vuurwerk afsteken. Maar ik ga dus vandaag Q&A doen en dat zijn de meest gestelde vragen. Dus zit jouw naam er niet bij, dan is het waarschijnlijk iemand anders die net iets eerder was, maar met dezelfde vraag. Maar is het jouw vraag, dan komt die hier zo in beeld en dan staat ook jouw naam erbij. Dus ja, als jullie het alvast een leuke video doen, doe alvast een dikke duim omhoog. En abonneer alvast hieronder en druk gelijk op het notificatiebelletje, want dan krijg je telkens een melding als ik een nieuwe video heb geplaatst. En zo kan je nooit een video missen. Oké, laten we beginnen. De eerste. Wat eet jij op een dag allemaal? Nou, ik eet op een dag... Ja, dat is echt verschillend. Want ik ben niet echt zo'n hele ochtendmens. Want ja, ik moet naar school en zo. Maar ik wil gewoon niks eten. Ik heb gewoon geen honger. Dus in de ochtend eet ik meestal... Soms doe ik gewoon even snel een boterhammetje naar binnen werken. Maar ik ben niet echt iemand die in de ochtend eet. Dus ik eet ook vaak niet in de ochtend. Ik weet, het is slecht. Ja. Maar ik ben gewoon niet iemand die snel in de ochtend zou eten. Kledingmerk zou je nog willen shooten? Zo. Dat is de volgende vraag trouwens hoor. De derde vraag. Voor welk kledingmerk zou ik nog willen shooten? Weet je, dan kom je wel echt in de buurt van de grote merken. Zoals Tommy en zo. En Gucci en zo. Maar ja. Ik denk wanneer ik voor hun ga shooten dat ik alweer bijna bij de vrouwen hoor. Tenminste, ik hoop natuurlijk dat ik dan nog bij de kinderen hoor. Maar ja. Af en toe vind ik ook echt... Dat trouwens vind ik dat kinderkleding, vind ik af en toe, ja, vind ik minder leuk dan vrouwenkleding. Maar soms vind ik het ook weer andersom. Dat mijn moeder bijvoorbeeld iets leuks ziet of kinderen iets leuks. Maar dat is dan voor de kinderen. En dan denk ik... Dit is echt een heel, heel vaak gestelde vraag. Deze heeft heel veel mensen gevraagd. Heb je een vriendje? Ik ben single. Single for life. Nee, grapje. We zien het wel, maar ik ben nu single. Oh ja, deze vond ik ook leuk. Hoe zie je jezelf over 15 jaar? Ik zie mezelf niet echt ergens. Want ik heb eigenlijk... Ik zie mezelf niet ergens, maar ik hoop meer dat ik mezelf daar zie. Ik hoop natuurlijk dat ik bij hele grote dingen loop. En shoot... Maar ja, ik zie mezelf daar nog niet. Want ik moet dat hopen. Want ik ben ook weer niet zo... Ik mag natuurlijk wel vertrouwen in mezelf hebben. Maar ja, ik kan het nooit van tevoren weten. Dus ik hoop dat ik mezelf daar over 15 jaar zie. Maar ja, ik kan er niet veel meer aan doen dan mijn best doen, toch? Wat is mijn favoriete kledingmerk? Mijn favoriete kledingmerk? Nou, ik denk... dat jullie dat nog niet weten. Ik draag echt altijd Nick en Nick. Ja, nu even niet. Maar ik draag echt bijna elke dag Nick en Nick. Op school zeggen mijn vrienden ook gewoon echt zo van... Heb je nou alweer dat merk aan? Volgende vraag. Wat doe jij het liefst op je vakantie? Chillen of veel actieve dingen? Nou, eigenlijk een beetje allebei... Ik vind het natuurlijk leuk om een vlog op te nemen. Dat ga ik ook vaker doen op vakantie als Kirsten meegaat. Maar ik hou echt ook van actieve dingen hoor. Want ik vind het gewoon leuk om heel actief een spelletje te doen. En met deze mensen die er mee zijn, kan je ook gewoon heel fanatiek een spelletje spelen. Dus dan ben je niet gewoon zo aan het spelen, maar dan ben je echt... Ja, nee, dat was ik! En dan zo, ja... Sorry. Nog één. Krijg je veel negatieve reacties? Dat weet ik eigenlijk niet. Want kijk, ik heb wel op mijn Insta... Heb ik wel heel veel foto's waar dat dan wel nare dingen worden gezegd. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Soms hoor ik dat wel voorbij komen. Hoor. Ja, er staat weer dat op je Insta. Dan denk ik echt van... De meningen zijn verdeeld. Van mij is dat helemaal prima. Want mij maakt het niet uit welke mening je hebt. Ik ben hartstikke blij
als je met me bent. Want iedereen doet wat hij leuk vindt. Ik ben model, dus ik doe wat ik leuk vind. Als jij daarmee eens bent, dan... Als je er niet mee eens bent, dan moet je dat zelf weten. Maar dan zijn het meestal mensen die of jaloers zijn. Maar ja, dat moeten ze echt helemaal zelf weten. Want de meningen zijn verdeeld. Je mag je eigen mening hebben. En ik vind het prima als jij het niet leuk vindt. Want ik kan dat niet voor jou bepalen. En dat hoeft van mij ook niet. Want ik heb genoeg mensen die met mij zijn. En ja, die weten ook dat ik het echt super leuk vind om te doen. En meestal de nare reacties die ik krijg, tenminste die ik weet, is dat mijn ouders willen dat ik model word. En dat is echt niet zo. Soms vind ik een paar dingetjes niet leuk, maar dat zeg je dan ook gewoon en dat gebeurt dan niet. Niet dat ik de baas speel of zo, maar ik moet het wel zelf leuk vinden. En als mijn ouders zien dat ik het niet leuk vind, dan doen ze het ook. Dan doen ze het me niet aan. Mijn vader en moeder werken ook gewoon hard. Ook voor mij, ook voor mijn zusjes. En die halen zelf ook gewoon geld binnen, want hun zorgen voor mij. En voor mijn zusjes natuurlijk, want anders heb ik ook geen dak boven mijn hoofd. Dus ja. Ja, het is geen. Het is zeg maar niet gebruik maken van je kinderen, want ze zijn zelf ook gewoon super hard aan het werk. En. Daarom is het niet gebruik maken van je kind. Dus, de meningen zijn verdeeld. Je moet zelf weten wat je wil. Maar ja, zo denk ik erover. Welke fotograaf vind je het fijnst mee om te shooten? Nou, ik heb er eigenlijk wel een paar. Want het is niet echt dat ik er eentje echt er bovenuit ziet komen, zeg maar, of zo. Maar... Het is gewoon echt, ik vind een paar gewoon echt super chill mee te shooten. Met name Cooper. Dat is gewoon echt een goede vriend van mij. En het is gewoon een hele chille gast om mee te shooten. En ik ben echt bij Cooper, kom ik heel vaak. Nou, nu eventjes niet hoor, want ik ben ook op vakantie. Even op vakantie, bla bla bla. Het is gewoon super chill om met hem te shooten. Maar ik heb ook heel veel fotografen waar ik niet vaak mee shoot. Dus echt één keer shooten en dan daarna niet. Oh, mijn vader heeft er ook een vraag bij gezet. Wie is de beste vader? Nou, komt het. Ik vind mijn vader het beste. Ja, natuurlijk uiteraard. Maar jij vindt je eigen vader waarschijnlijk de beste. En iedereen vindt zijn eigen vader de beste. Dus jullie hoeven niet mijn vader de beste te vinden. Behalve als je dat vindt, maar je ziet hem niet zo vaak. Je kan hem af en toe vinden in mijn vlogs. Maar ik vind mijn vader de allerbeste. Maar jullie vinden je eigen vader waarschijnlijk de allerbeste. Dus doen de groetjes. Mijn laatste vraag. Wat is je lievelingsfoto? Dus dan gaan we even op Insta kijken. Ja, ik weet het echt niet hoor. Want... Oei, zo. Ik niet helemaal goed. Welke ik wel super mooi vond. Ik ga hem even zoeken. Ik vond die met Lily, Isa. Vond ik echt super mooi. Dat was in Londen. Dat was echt. Ik vond deze echt super prachtig. Het is echt Bout Wifi hier trouwens. Ik vond deze echt super mooi. Maar ik vind hem nog meer mooi hoor. Dit is trouwens mijn vader. Oh, oh. Dit is mijn vader. Ja, knap hè. I know. Grapje. Maar ik vond... even kijken. Ik vond eentje die mijn moeder had gemaakt, vond ik ook super mooi. Oh, deze. Ja, deze. Had ze met de telefoon gemaakt. En ja, die was spontaan helemaal goed gegaan. Maar die vond ik echt super mooi. Voor de rest vond ik deze ook echt super tof. Maar mijn lievelingsfoto blijft echt die hoor. Denk ik. Die ik net liet zien, deze. Die vind ik echt leuk. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Nogmaals, druk op de like. Oh, het blauwe duimpje. En, ja, noem je dat zo? Een dikke duim omhoog. Oké, even overnieuw.
Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Doe allemaal een dikke duim omhoog voor mij. Alsjeblieft. Nee, grapje. Gewoon als je deze video leuk vond, doe dan een dikke duim omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Doe die notificatiebel aan, want dan krijg je telkens een melding wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan hoef je nooit meer eentje te missen. Love you guys. En vergeet volgende week niet mijn vakantievlog te checken. Love you.